Cargo Hopper Utrecht begon zijn bliksemstart in 2009 in de Oude Domstad. Het voertuig en het systeem dat erachter zit trok van het begin af aan grote belangstelling in binnen- en buitenland. De 16 meter lange, smalle Cargo Hopper groeide in 1 jaar tijd uit tot het voorbeeld van hoe je op een economisch verantwoorde manier duurzame stadsdistributie kunt doen in een oude binnenstad. Cargo Hopper won samen met de gemeente Utrecht en GPU de Nationale Distributie Award 2009 en bewees hoe je met een uitgekiend schoon distributiesysteem ook zonder subsidie een binnenstad kunt ontlasten van heel veel vrachtwagenkilometers. Cargo Hopper zelf rijdt zonne elektrisch. In 2009 was dat een nieuw fenomeen, maar de ontwikkelingen gaan verder. De stad Utrecht ziet elektrisch vervoer als de toekomst. De schone Cargo Hopper past natuurlijk heel goed in dat plaatje. Alleen was dat plaatje nog niet helemaal compleet. Met Cargo Hopper 1 kunnen we alleen pakketten vervoeren. Zelf wisten we al vanaf het begin dat we Cargo Hopper ook geschikt moesten maken voor pallets en rolcontainers. Alleen dan maakt binnenstaddistributie op zonne-elektrische aandrijving een kans om uit te groeien tot een volwaardig systeem. Wij moesten dus een zwaarder voertuig ontwikkelen. Een tweede Cargo Hopper, die zou kunnen voldoen aan de vraag van transportbedrijven om al hun goederen te kunnen vervoeren naar voor hen lastig bereikbare adressen. Zelf wilden wij een voertuig dat wendbaar, smal, snel en betrouwbaar zou zijn. Dat verder kan rijden en met 2,5 ton laadvermogen voldoende kan meenemen. Het antwoord daarop is Cargo Hopper 2. Een 9 meter lange trekkertrailer die we samen ontwikkelden met onze partners Divaco Benelux en Solarcar International. De trekkende unit is een Alke XT. Het is een hypermodern elektrisch aangedreven voertuig. Zijn sterke elektromotor kan 5 ton trekken en geeft Cargo Hopper een maximumsnelheid van 50 km per uur. Voor extra veiligheid is gekozen voor aandrijving op alle vier de wielen. Dankzij het dubbele accupakket en het ruim 11 vierkante meter grote zonnepaneel op de trailer heeft Cargo Hopper 2 een actieradius van meer dan 150 kilometer. Dat geeft Cargo Hopper de mogelijkheid niet alleen de binnenstad, maar ook de buitenwijken en zelfs de omliggende plaatsen te bevoorraden. Ook de trailer is state of the art. Het door Solarcar International ontwikkelde high-output zonnepaneel geeft 22% meer opbrengst dan gewone panelen zoals die op de Cargo Hopper 1 gebruikt zijn. Het is tevens het dak van de trailer en daarmee helemaal geïntegreerd met de laadruimte. Zo blijven de zonnecellen langer schoon voor meer energieopbrengst. Bovendien is het dak lichtdoorlatend. Daardoor hoeft de chauffeur in de trailer niet in het donker te werken. Cargo Hopper 2 biedt ruimte aan 10 pallets of 20 rolcontainers die de chauffeur via de laadklep zelf in en uit kan laden. Met het nieuwe voertuig groeit Cargo Hopper uit tot volwaardig schoon distributiesysteem. Het is toepasbaar in elke stad en regio. Zo toont Cargo Hopper opnieuw dat waar bedrijfsleven en overheid samen naar oplossingen zoeken, de duurzame distributie van goederen voor alle partijen een zonnige toekomst heeft.